De verbazing van het noorden. The surprise of the north. 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 De verbazing van het noorden. Oh.
verbazing van het noorden. De 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 verbazing van het noorden.
The surprise of the North.
describe as the worst case scenario. Thank you.
gemaakt met een monster schilder. Wat? Terwijl de fotografeer had zo'n monster ja, prima. Ja? Toch? Ja hoor. Ja. We bevinden ons uiteraard wel in het kamp van Groningers, wat dit museum graag zou willen behouden voor de beeldende kunst. Het zijn prachtige expositiezalen die tevoorschijn zijn gekomen weer. In oude luister hersteld, dat waren ze eigenlijk al. En het enige wat we hebben moeten doen, Tom vertelde het al, is de grote koepelzaal opnieuw witten. Wanneer u straks boven komt, dan ziet u daar de donkere dagen bij Sinterklaas. Dat is daar is wel kunstlicht bij, maar er heerst hier op deze zaal over diffuus licht, diffuus daglicht, eventueel versterkt met kunstlicht. Diffuus licht, dames en heren, dat is goed voor schilderijen, want die schilderijen worden namelijk ook bij daglicht gemaakt, dus je ziet ze daar ook het beste bij. Maar het is trouwens ook goed voor sculptuur, dat heb ik op den duur ontdekt. Als je dus een scherpe lamp op een beeldhouwwerk richt, dan gaat vooral op die punten, waar op die zijkant van het beeld, waar strijklicht langs komt, dan gaat dat relief, dat structuur, gaat onaangenaam sterk werken. Veel sterker dan de beeldhouwer heeft bedoeld. APPLAUS.